Noem eens laatste invloed, rare of invloed die men niet van jou zou verwachten. Chad Atkins en Jerry Reed. Super, ken je die? Ja. Jerry Reed ken je ook? Jerry Reed niet, maar Chad Atkins wel. En dat is twee countrygitaristen, dat is echt ongelooflijk. Ook dankzij YouTube enigszins gevonden. Bijvoorbeeld Chad Atkins ingetikt, dan zie je die gast gewoon zit ergens op een hooistronk, een akoestisch gitaartje en die speelt echt de pannen van dak. Wat ik metalgitaristen, hardrockgitaristen zelden zie doen. Maar met stijl, nooit erover, weet je niet? Dat vind ik te gek. Ook als je die techniek beheert, wil niet zeggen dat je die techniek constant moet gaan laten zien aan de mensen. Van, hey, kijk eens wat ik kan. Maar gewoon dat je af en toe iets extra kunt geven aan de mensen, dat vind ik te gek. En ook voor mijn eigen natuurlijk. Maar is het zeg maar ook als je bijvoorbeeld nu, als je bijvoorbeeld jullie vierde plaat komt nu uit. Mm-hmm. Als je zelf voor jezelf zeg maar die ontwikkeling ziet, zou je dat ook dan gewoon heel goed kunnen zeggen bij jullie, dat iets meer zeg maar is ontwikkeld, dat het iets meer is uitgekristalliseerd wat jullie nu eigenlijk willen en doen? Ja, nu komen we eigenlijk heel kort in de buurt van wat we willen doen voor de eerste keer. En daar hebben we soms ook wel die techniek voor nodig, dat geef ik toe. Dus als je alleen maar twee akkoordjes kunt, dan is het soms moeilijk om al die ideeën die je in je hoofd hebt naar muziek te vertalen. Dus dat helpt wel, maar dit komt echt goed in de buurt. Zullen we eens even nalopen dan? Als je bijvoorbeeld in één regel of paar regels de eerdere platen benoemen. Ja. En dan uiteindelijk bij deze plaat iets meer over praten. Bijvoorbeeld de eerste plaat 1999, Elko Apple Stunt Team. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Ik kijk er terug als een mooi tijdsfragment van hoe jong we waren en hoe amateuristisch we waren. Maar de energie was er wel, dat vond ik heel belangrijk. We konden echt niet in de zak spelen. We probeerden al wel als een blues solo met een slide te spelen. Dat trok op geen kloten. Maar de energie spatte er zo hard vanaf dat die plaat nu opzet. Dat is echt wow, super. En de zang trok op geen kloten. Er waren geen teksten. Ze hebben gewoon gezegd, oké, Cedric, en vandaag moet je alles gaan inzingen. Ik heb gewoon de micro gepakt en ik heb rek geduwd. Zo was het eigenlijk. En die hele plaat gewoon in één ruk uitgeschreeuwd. Dat is grappig. Dat was energiek. Ik zou het nu niet meer doen natuurlijk. Maar we waren toch al op het goede spoor. Dat absoluut wel. En twee jaar later, Year of the Panther? Een grote stijloefening. Er staan een paar goede nummers op, vind ik. Eén heel goed nummer, maar heel slecht opgenomen langs onze kant. Welke is dat? Hoe? Welke? Graveyard. Dat is het enigste nummer van die oude dingen die we nog altijd live spelen. En dat doet het echt supergoed. Suburban wou het zelfs opnieuw opnamen voor de nieuwe plaat. Echt een gek nummerje. Maar voor het algemeen, zeer slechte zang. Omdat als gitarist zijnde nooit meer bezig geweest met de zang. En jammer genoeg op die plaat wordt meer in de achtergrond gedrukt de zang. Dat had beter kunnen zijn, maar dat is een goede stijloefening. Kijken, wat kunnen we daarmee doen? Andere groepen zouden het niet uitgebracht hebben, zo'n plaat. Maar dat platenfirma destijds zei, nee, dat is goed, we brengen die hap wel uit. Hup, 1000 exemplaartjes op vinyl, dus dat kan niet echt zo'n kwaad.